Welkom bij Unitas. Welkom bij het Telstar School Korfbal 2015. En dan ga ik volgen de wegwijzer. Maar vooral de moeder van de wegwijzer. Margreet Gerlosma, moeder van het korfbal. Zij heeft groep 3 tot en met groep 8 bij de hand genomen en ze korfbal leren spelen. En nu moet vandaag de cirkel rond worden. Groep 8 doet mee voor de grote wisselbeker. Ze zijn gestart, de eerste wedstrijd loopt. En dan spelen ze tegen de Delta. En de eerste doelpunten zijn er gevallen. Je kunt zien dat er heel veel korfbalvermogen in het team zit. Met dank aan de trainster. En er valt weer een knap afstandsschot en hij zit er ook weer in. En u hoort het einde wedstrijd en zo wordt de Delta met 5-0 naar huis gespeeld. Goedenavond. Goedenavond. Ook een supporter van de wegwijzer? Zeker, zeker. Altijd. Ik ben hier een klein beetje aan het filmen. De moeder van de korfballers, noem ik haar. Want zij heeft de wegwijzer, eigenlijk de hele complete wegwijzer, korfbal leren spelen. En ze is hier voor het laatste jaar coach. Kinderen zitten in groep 8. Ja. Dan gaat de wegwijzer. Wie gaat erop volgen? Ja, dat is een enorm probleem. We hebben maar één moeder van de wegwijzer. Onze eigen Margreet. We moeten bijna een advertentie zetten voor volgend jaar. Of zal ze nog om te praten zijn? Er is geen advertentie tegen opgewassen. Ik denk dat we haar om moeten praten. Nou, ik wens jullie daar heel veel succes mee. Dat hebben we nodig. Ze hebben de eerste wedstrijd gewonnen. 5-0. En ze willen gewoon voor die hoofdprijs, hè, voor die wisselbeker. Daar gaan ze voor. Ze gaan voor de hoofdprijs. Met zo'n trainer, coach en zo'n team. En de eerste overwinning van 5-0 moet gewoon lukken. We gaan het volgen. Heel veel succes. Oké. Okay. En de wegwijzer had ook geen moeite met Fontanus. Die werd met 7-1 verslagen en naar huis gestuurd. Maar een andere wedstrijd stond al klaar. En Margreet zette haar team weer scherp. Dat vermoesten er weer staan. En de derde wedstrijd gingen ze spelen tegen de Bron. Zolen. En voordat je het wist stond het 1-0. En kijk hier wat een overzicht in het spel. Weer een fantastische doorloopbal. En er wordt keurig afgemaakt. En zo speelt de wegwijzer eigenlijk met de bronnen. Er zit veel meer korfbal in, zo zeg ik het al. En de tracer blijft scherp. Allebei trouwens. Maar dat moet er kunnen. Met een klein regenbuikje, maar ze gaan maar door. En de kids hebben er niks van. Hè. Het is weer droog. Maak een sprongetje in de wedstrijd. En de wegwijzer is echt een maatje te groot voor de bron. En de wedstrijd wordt naar huis gesleept met een 5-1. En we starten de volgende wedstrijd, de vierde alweer, tegen de bogen. En dat was mijn pot hoor, op het scherp van de snede. Het korfbal van de wegwijzer en het knokken van de bogen. En hier scoren ze toch weer met een geweldige doorloper. Fantastisch. En de scheidsrechter zat er goed bovenop. Kijk, overtreding. En elleboog. En dat kan niet in de korfbalsport. Dat hoort hier niet thuis. Dus ik rij hem tegen. Unitas weer. En hier laten ze zien dat je met meer korfbal in de ploeg goed de bal laten gaan. En de loopacties. Ook voor de bogen. En maak je te groot bent. En u hoort het, de scheidsrechter fluit af, de wedstrijd zit erop. En de winst, een pittige partij hoor, wordt gewonnen met 2-0. En Margreet is er weer blij mee. Weer een stap dichterbij, bij haar doel. En is die doel het goud? En dan staan we weer op het veld. Een avond later. En Margreet is gespannen. Nee hoor, valt best wel mee. De finale loopt. De halve finale loopt, moet ik zeggen. De wegwijzer tegen de schakel. Wie gaat de finale halen van dit verschrikkelijke, mooie en grote toernooi? Wat een spektakel. Schoolkorfbal. Doorlopen. Ja. En het is 1-0. Wat een spanning. Wat een sensatie langs de kant. Wat een passie, bezieling en beleving, zeg ik het maar. Geweldig om dit mee te maken.
Een van de grootste spotspectakels in Harderwijk. Deze wordt afgekeurd, hij is na de tijd. En we hebben gewisseld, de tweede helft. Maar Greet geeft nog wat aanwijzingen. Zo moet het gebeuren. En doen. Kijk, en die is er nog streng op, hè. Maar hè, vader. En dan komen we weer. Ach, wat een fantastische doorloper. En hoe wordt dat gevierd? Geweldig. 2-0. Wat een feest langs de kant. Maar wat een spanning. Zijn we er al? De wedstrijd is pas klaar als die klaar is. En niet eerder. De beker moet helemaal leeggedronken worden. En het is einde wedstrijd. Ze halen de finale. Ze winnen van de schakel met 2-0. En dan staan we. Die finale loopt. Finale tegen Alfons Arius. Schoolkorfbal 2015. Het gaat om de grote wisselbeker. Alfons Arius de bal. En dan wordt verdedigd. En ik blijf het altijd zeggen. Met passie, bezieling en beleving. En anders win je zulke toernooien niet. Kijk maar naar Margreet. Ze gaat ervoor. En dat eist ze ook van de groep. Ja, oma. Doorloper. Op de rand. Oei. Ja, daar ben je nat voorhoofd van. Alfons Arius weer. Goed gedekt. En de wegwijzer zit er bovenop. En we wisselen. De eerste 9 minuten zitten erop. Gelijk aanwijzingen van de trainer-coach. En ook van je broer. Goed luisteren. En hij valt erin. Scheidsrechter keurt hem af. Aanvallende fout of verdedigende fout. Ik zag het niet, maar de scheidsrechter is de baas. Dat moeten we respecteren. En dan komen ze weer bij zijn doorlopen en zit erin. Geweldig. 1-0. Is dat het? Wordt dit het? Maar het kan alle kanten op, want Alfons Arius geeft zich nog niet gewonnen. De wegwijzer weer een doorloper. Oh, op de rand. Een paar aanwijzingen nog van Margreet. Denk daarom. Maar het wedstrijd schippert heen en weer. Ze zijn gewaagd op elkaar. Ja, de beste kansen zijn voor de wegwijzer. Maar als je niet scoort, dan weet je. Oei, ik ben er even niet bij mijn camera, maar ze scoren tegen. Och, je ziet Margreet. Wat gebeurt er? Ze poest het team op. Nog één keer. Doorloper. Hey, verkeerd verdedigd. Scheidsrechter beslist. Strafbal. Wat een spanning, wat een sensatie. En de kleinste man van het veld mag hem nemen. Geweldig, hij scoort. Hij maakt het af. Hij gaat kinderdruk aan. Is het niet fantastisch? Kleinste mannetje van het veld laat zien dat hij er staat. Uit ware korfbalhout gesneden. En de wedstrijd loopt tot zijn eind. Het is bijna gebeurd. Het is niet veel meer. En de winnaar is bekend. 2015. De grote wisselbeker gaat naar de wegwijzer. En kijk ze te vieren. Het is fantastisch. Ze gaan helemaal uit hun dak. Is het niet geweldig? Ja, ik vond het geweldig om bij te zijn. Ik feliciteer de wegwijzer met het behalen van uw titel. Ik feliciteer Margreet Gerlsma. De cirkel is rond. Gefeliciteerd. Dit was Frits Spanaai voor Spanaai TV. Goedemiddag.